Guus, vrijdag tegen Fixed Tech. Hoe zijn jullie daar deze week mee omgegaan? Koppen bij elkaar gestoken, de boel geanalyseerd. Volgens mij weet iedereen maandag een kickbox training gehad, dus we zijn er wel klaar voor, denk je. Kwam die op het juiste moment, de training? Juiste moment. Ja, het is wel even een teamactiviteit waar iedereen even alles eruit kan gooien. Een keer wat anders dan voetbal en volgens mij vond iedereen het wel leuk en het was pittig, dus dat is ook goed. Mooi, je speelde in totaal al 130 wedstrijden voor het eerste of het tweede van FC Utrecht. Moet een speciale wedstrijd zijn, mooi. Ja, natuurlijk. Zeker een speciale wedstrijd voor mij. Zoals je zegt, ik heb daar lange tijd gespeeld. Ik ken eigenlijk bijna iedereen. Alle jongens in het elftal, de trainer ken ik ook heel goed. Dus het is voor mij wel een mooi moment, een mooie wedstrijd. Je zei het zelf al, je kent bijna iedereen. Heb je dan ook nog contact met die jongens? Ja, zeker. Ik heb contact met die jongens. Sommige ben je natuurlijk wat beter dan anderen, maar ik heb wel nog steeds contact met veel jongens. Nu is het de laatste week ook veel over karakter gegaan, karakter in het veld. Hoe kijk jij daarna? Afgelopen week speel je een goede eerste helft erin na een 1-0 tegenslag. Ik kan niet zeggen dat we braken, maar het was wel een mentale tik voor ons. En dat moeten we zien te voorkomen. En begrijpelijk dat het daarover gaat. Kun je daar een beetje de vinger op de zere plek leggen? Omdat het begin van dit seizoen juist zo goed ging met tegenslagen, dat jullie wel konden terugkomen. Ja, hoe dat in één keer erin sluipt, ja, dat is moeilijk te verklaren. Anders dan hadden we het een maand geleden al opgelost, zeg maar. Ik denk dat je gewoon in onszelf moet blijven geloven. Net zoals afgelopen vrijdag, de kans die je de eerste helft krijgt, en die krijg je niet voor niks, zeg maar. Dus het heeft ook met kwaliteit te maken. Ja, en uiteindelijk moeten die ballen er wel in, maar we moeten wel vertrouwen blijven houden dat we het goede voetbal blijven houden en uiteindelijk scoren. Voel je dit ook als de ideale kans om jezelf weer te laten zien? Ja, toch wel. Elke kans die je krijgt moet je eigenlijk nemen. Dus ik probeer zo goed mogelijk mijn best te doen en de taken uit te voeren die ik meekrijg. Vind je het dan nog vervelend dat het eigenlijk als linksback is? Of zoals helemaal in het begin van het seizoen als verdedigende middenvelder en niet als centrale verdediger? Op zich niet. Zolang ik speel, vind ik het eigenlijk allemaal goed. Dus speel is voor mij het belangrijkste. Welke positie dan ook. Dus dat maakt niet zoveel uit. Wat verwacht je van de wedstrijd van morgen? Ja, ik verwacht wel dat wij meer de bal hebben. Dat wij de dominante ploeg zijn. Moeten we ook zijn. En ja, toch nog eens graag die 3 punten. Waar liggen de kansen morgen? De kansen liggen, ik denk, vooral in de doodspelmomenten. Corners, vrije trappen, et cetera. Ik denk dat wij gewoon, als wij ons spel spelen, is goed voetbal. Daar moet het gewoon bij beginnen. En dat is gewoon iets wat gewoon weer naar boven moet komen. Dat wij gewoon elke tegenstander wel moeilijk kunnen maken. Dat we het recht gaan zetten van de afgelopen weken. Dat we in ieder geval gaan winnen, dat is het belangrijkste. Op welke manier dan ook, dat maakt niet uit als we een karakter tonen. En in ieder geval vol voor de winst.